Dit is de Wolfgarten A370E. Het is een uh, grasmeier zonder al te veel poespas, uh, doet wat hij moet doen en dat met de vertrouwde Wolfgarten kwaliteit. Uh, hij heeft een vermogen van 1600 watt uh, en hij is heel erg wendbaar en daardoor is hij zeer geschikt voor de wat kleinere tuinen tot zo'n 200 vierkante meter. Uh, je kan hem in hoogte verstellen van 25 tot 75 mm maaihoogte en dat doe je met behulp van deze hendel hier en dan zien we dat de maaier netjes omhoog komt en ook weer omlaag gaat. Uh, verder heeft hij een 40 liter opvangzak aan de achterkant uh, waarbij het uh, gemaaide gras gewoon uh, daarin geveegd wordt en je dus uh, ook niet meer uh, na hoeft te harken. Die kun je heel eenvoudig loshalen door hem er op deze manier uit te tillen en vervolgens kun je hem legen in, uh, in de uh, container. Nou ik leg hem heel even neer de kan ik ook gelijk de mulch functie laten zien. We hebben hier een knop zitten en als ik die omdraai dan activeren we de mulch functie. En dat houdt in dat het, uh, uh, het uitlaatklepje afgesloten wordt... Uh, ...en het gras nog een keer extra versnipperd wordt op het gazon beland als directe natuurlijke bemesting. Uh, hieronder zien we wat er gebeurt. We hebben hier een klep zitten en op het moment dat ik aan de knop draai... ...dan zien we dat die op deze manier open gaat... En dan zou het gras er aan de achterkant uitkomen. Activeer ik hem zo, dan activeer ik de mulchfunctie. Als je nou geen mulchfunctie nodig hebt, kijk dan even naar de Wolfgarten Ambition 34e. Uh, want die maaier heeft dus geen mulchfunctie, maar kan ook tuinen aan tot 200 vierkante meter. En is wat goedkoper, dus dat scheelt weer wat centjes. Veiligheid is ook over nagedacht. Hij beschikt hier over een trekontlasting waar je verlengst doorheen kan voeren. En uh, er zit een knop op. Hier aan deze kant die moet je indrukken, ingedrukt houden. Als je hem aan wil zetten, op deze manier. Uh... Puur voor veiligheid natuurlijk. En als je hem loslaat, dan zal hij gelijk uitgaan. Wil je hem dan weer indrukken, dan zal er niks gebeuren totdat je deze knop weer ingedrukt houdt. Uh, verder is het zo dat je wel altijd een verlengsnoer nodig hebt. De verlengsnoer gaat hierin. Er uh, zit dus geen los, uh, los stroomsnoer aan. Ook weer een stukje veiligheid natuurlijk. Maar je hebt er wel een nodig en dat is een klein minpuntje. Je kan ze natuurlijk altijd bij ons aanschaffen. Als je nog geen verlengsnoer hebt bij onze interessante bundelaanbieding, krijg je er ook nog een beetje korting op. Nou, wil je meer informatie over de Wolfgarten A370E of William je Direct bestellen, dan ga je natuurlijk naar grasmaaienstore.nl of be of kom gewoon eens langs in een van onze winkels.